Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou iemand ontslaan, zo doe je dat in het Engels. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek A Master Your Business English Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Heb jij als ondernemer of senior business professional de leiding over een groep werknemers of ben je werkzaam in de HR personeel een organisatie of ben je manager over een afdeling van jouw bedrijf? Dan heb je het vast wel eens moeten doen. Het is absoluut niet leuk, maar het moet af en toe toch gebeuren. Ik heb het over iemand ontslaan. Zo'n gesprek kan hartstikke moeilijk zijn. of je er nu één of tien van zulke gesprekken op hebt zitten. en dan ook nog in het Engels. In deze podcast geef ik je tips en tricks en do's en don'ts. en handige Engelse vocabulair en voorbeeldzinnen. die het proces van iemand ontslaan wat gemakkelijker kan maken. Zo sta jij in het Engels stevig in je stoelen en kun je als professional zo'n moeilijk gesprek in goede banen leiden. Ten eerste wil ik je de drie belangrijkste. ...do's meegeven die zorgen dat het gesprek in goede orde verloopt. In deze drie do's verwerk ik een aantal belangrijke Engelse key concepts... ...en woorden die vaak voorkomen op het gebied van ontslaan. 1. Do. Bereid het gesprek goed voor. Niets is zo belangrijk als een goede voorbereiding als je van plan bent iemand te ontslaan. Neem de termination policy van je bedrijf goed door... ...zodat je op de hoogte bent van de concerning servants or notif arrangements... Oftewel de betreffende ontslag- of opzegregelingen. Maak een lijstje van alle company belongings die de persoon die je gaat ontslaan moet teruggeven, zoals een laptop, ID-badge, etc. En zorg ervoor dat je alle informatie die tot het ontslag heeft geleid verzamelt, zoals performance appraisals, written warnings en andere pertinent correspondence. Zorg er als laatste voor dat je een termination document. Voorbereid waarin je de terms and conditions van de dismissal, oftewel het ontslag, vastlegt. 2. Do. Hou het kort en bondig. Met de relevant documentation die ik zo net opnoemde, zou je het gesprek Short and to the point moeten kunnen houden. Deze documenten leveren namelijk de reasoning and proof waarom je iemand ontslaat. Bereid je echter wel voor op de vraag waarom? Zorg dat je een direct en duidelijk antwoord klaar hebt om deze vraag te beantwoorden. Wees eerlijk, vat de situatie correct samen en treed niet te ver in detail. Onthoud ook dat het belangrijk is dat de persoon die je ontslaat in zijn waarde te houden. Kort en bondig betekent namelijk niet, kortaf en afstandelijk. 3. Do. Denk na over een reference letter. Een referentiebrief of reference letter draagt erg bij aan iemand op een respectvolle manier ontslaan... ...omdat het het zoeken naar een nieuwe baan faciliteert... In een referentiebrief is een veelal positive endorsement, oftewel positieve bevestiging van iemands skills en attributes, geschreven door iemand die bekend is met het werk, karakter en prestaties van de desbetreffende persoon. Hier volgen een aantal andere key concepts die relevant zijn bij het ontslaan van een werknemer. Ik geef hier zowel de betekenis en een aantal synoniemen van het woord in het Engels, zodat je jouw woordenschat optimaal kunt uitbreiden. Ga naar het podcastbericht op de website voor een handig overzicht van deze key concepts, betekenissen en synoniemen. To fire betekent to terminate the employment contract of an employee, especially for a certain cause such as poor performance. Synoniemen zouden de volgende woorden kunnen zijn: to dismiss, to make someone redundant, to give the sack. To lay off betaken to dismiss someone from employment, especially at a time of low business volume. When you lay, when you lay off someone, they often leave with a severance package. Severance package betaken to pay benefits an employee receives when he or she leaves employment at a company. Synonyms zouden de volgende woorden kunnen zijn: golden handshake, allotment, payoff, dismissal wage. Redundancy payment betekent a sum of money given by an employer to an employee who has been made redundant. Synonyms zouden de volgende woorden kunnen zijn. Compensation, golden parachute, termination pay, discontinuance wage. Unfair dismissal betekent a term used to describe an employer's action when terminating an employee's employment contrary to the requirements of the law. Constructive dismissal betekent when employees resign because their employer's behavior has become too intolerable. Een synoniem zou kunnen zijn: constructive discharge. Als laatste deel ik nog tien voorbeeldzinnen met je die je misschien beter kunt gebruiken dan de simpele zin You're fired. Let wel op dat wanneer je deze zinnen gebruikt, je ze niet uit je hoofd leert en je ze opdreunt tijdens het gesprek. Het is namelijk belangrijk om attent en persoonlijk te blijven. Pas de zinnen bijvoorbeeld aan op de situatie van de werknemer die je ontslaat of geef er je persoonlijke draai aan. Unfortunately, we're letting you go. We think you would be better off working for another company. We feel that your skills would be better elsewhere. We are downsizing the company, so unfortunately, we have to end your employment. We are scaling back our workforce. Unfortunately, we are letting you go. We think you would be better off working for another company. We feel that your skills would be better elsewhere. We are downsizing the company, so unfortunately, we have to end your employment. We are scaling back our workforce. We are releasing you from your position. We are releasing you. We are releasing you from your position. We are requesting your departure. We're discontinuing your employment. We're going through an employee transition and I'm discharging you from your role. Our budget cuts mean we can no longer afford you. Een werknemer ontslaan is natuurlijk nooit makkelijk, maar met de drie du's, de key concepts en de verschillende Engelse voorbeeldzinnen om iemand te ontslaan, die ik je in deze podcast heb gegeven, sta je op het gebied van Engels steviger in je schoenen. Op die manier kun je iemand op een professionele en zelfverzekerde manier ontslaan. Succes! Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het... Enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes of een beoordeling voor ons zou willen achterlaten op YouTube. Een reactie van jou helpt anderen om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.